Tien jaar geleden kwam hij bij ons op een pleegzaal. Ik ging er ook met mijn geiten en mijn broer met zijn boeren worden. Hé, hey, geitjes! Mira, Nicky, kom maar! Net zo, Loeken. Nou, kom maar. Hoe heeten de geiten? Nou, die grote dat is Mira en die liedse dat is Nicky. En hoe lang is ze al? Die grote die heb ik in de zomervakantie in 2010 gekregen. En die liedse die is dit hier in januari geboren. Wat is dit nou? Een zwolle beer. Hoe gaat het met jou? Het gaat wel goed. Ja? Ja. Maar met de geiten? Het gaat ook heel goed. Maar ze hebben hun eigen paardenambitie. Ik heb ze ooit nog wel geprobeerd om buiten in het land te hebben, achter de trieën. En ontspit, maar ik koos er net in horen. Dus ik heb ze nu binnen altijd. Ja, hè? Ja. Maar vind je het nog wel leuk? Ik vind het hartstikke leuk, ik was er net kwijt. Oh, dat net? Nee. En wat doe je hier thuis? Ik werk hier thuis op het bedrijf en maak veel bedrijfbedrijf. Maar 300 melk. En ik melk nog bij een orenboer. En ik ben nog bij een veetransportbedrijf aan het werk. Nou, en zo maakt mijn week wat vol. Ik ben klaar met squallen. Dus... Ja, dat was echt wel boerinnen worden. Jawel, ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Nou, en die broer dan? Die had ik wel aardig nog toen. Oké. Okay. Die zit een soort trekker. Ja. Ja, die vroeger al een beetje zijn eigen pleert. Ja, klopt. Hier werk je. Hier is een parkeerplaatsje. En daar is mijn loodsje. En daar is de kuilbult. Daar is het er maar druk mee douwen. Ja. Was zelf letterlijk boer worden? Ja. Want wat vind je mooi, jongen? Nou, anders heb ik niks te doen. Nou, maar mij gaat het heel best. Een beetje ontwerkt dus en een beetje een squalata. Ja, wat doet? De melkveehouderijopleiding in Lauwe op het Eres. Dat is de plaats van overnemen was? Ja, ik wil hem hartstikke graag overnemen. Maar die zuster ik wel? Ja, dus zouden we samen moeten. Ja? Ja, dat zou wel moeten. En ken dat wel? Jawel, we kennen wel mooi elkaar op zitten. Oké. En toen toch, nou wil ik wel een leadsguide zien. Ja. En wat heeft toen geregeld? Nou, maar mijn buurman, die heeft 3 geiten en 2 bokken. En die oudste bok van hun, die is een bij ons geiten, wist alleen nog niet. Krijg ietsjes lietser als die van ons, maar het wel lukt. Maar de heeft zelf bij geregeld dat de bok erbij kwam. Ja. En wat vond hij hem ervan? Nou, die vond dat ik helemaal best. Ik vakken net meer mooi. Hij had nog 1 keer 12 lampjes gekregen. En nou, daarna net meer. Nee, dus kies niet meer naar de buurman zijn bok. Nee, dat heb ik toen 1 keer gediend. En daarna net meer. Gooit is niks voor mij. Nee? Nee, dat wil ik het laatste vier mogelijk bij mij. Waarom? Ze luister je net. En op de trampoline, hoe gaat dat? Toch je om dat nog wel eens even? Nee, dat doen we net meer. Aas me samen te bier drinken, denk ik. Nou, dat zit er net meer in. Nee? Nee, dat weet vroeger zo, maar nou het geer in een melkput. Maar voor u toch je hem toch wel even? Nou, dat weet ik dan net. Thank you.